Meppel verzamelt, bouwt, zuivert, oogst en deelt voor een betere samenleving. Nu en in de toekomst. Want Meppel zijn we samen. Meppel onderneemt circulair. Welkom, jullie bevinden je in een van de panden van Saab Partners, gevestigd aan de Loberingemaat in Meppel. En ik wil jullie graag iets laten zien over ons circulaire businessmodel wat wij hier aanhangen. Nou, we zijn ooit begonnen, een aantal jaren geleden, met het faillissement van Saab, dat we daar een groot aantal motoren en versnellingsbakken gekocht hebben. Het model is niet aan zich geboren als circulair businessmodel, maar gaandeweg hebben we het eigenlijk ontdekt. We maken eigenlijk van oude auto's maken we gewoon weer splinternieuwe auto's. En daar helpen de motoren die we toen uit het faillissement en de versnellingsbakken van, die we toen uit het faillissement gekocht hebben, helpen daar ons bij. We maken het interessant voor een klant. Dat is in eerste instantie de fiscale regeling, 35% van de dagwaarde. Punt 2, veel klanten doen het ook uit een soort overtuiging. De Japanse studie heeft aangetoond dat je 13 jaar in je huidige auto door kan blijven rijden, heb je dezelfde uitstoot als bij een nieuw te produceren elektrische auto. Als je dan, zoals wij dan, consequent ook motoren ombouwt op LPG of bijvoorbeeld op bioethanol, waar de Saab-motoren al geschikt voor zijn, ja, dan ga je zomaar naar de 17, 18 jaar. Dus je hebt een bestaande auto die al 15 jaar oud is en je gaat de levensduur, kan je dan nog een keer verlengen met nog een keer 15 jaar. En ja, het moet een beetje in je genen zitten, zeg ik dan maar. Je moet een beetje met deze aarde begaan zijn. Als de youngtimer-regeling ooit afgeschaft zou worden, zouden we wel een serieus probleem hebben. Want dan is het fiscaal natuurlijk minder interessant. En dat is ook een van de redenen waarom we bij het samenwerkingsverband Noord-Nederland, de SNN, een subsidie losgekregen hebben. Om te kijken in hoeverre wij ook de auto's kunnen elektrificeren. Dus een bestaande auto elektrisch maken. Dit is een chassis en een carrosserie los van elkaar. Door middel van 8 bouten los te draaien hebben we de carrosserie eigenlijk van het chassis gelicht. Deze auto geeft ons een mogelijkheid om daar losse accupakketten in te hangen. Wij werken met schadeauto's waar het batterijpakket uiteraard niks aan mankeert. En door middel van zo'n los chassis, daar zouden we twee batterijpakketten in kunnen hangen. En zodoende kom je aan 120 kWh en dan krijg je echt van een auto met een hele lange range. Dan moet je denken aan een 500, 600 kilometer dat zo'n auto kan rijden. En dat maakt zo'n auto interessant. Een beetje een nadeel van een circulair businessmodel is dat je een enorme hub aan grondstoffen nodig hebt. Dit is een mooi voorbeeld. Hier zijn we ooit mee gestart. Hè? Een fabrieksnieuwe motor. Een motor die uit een bestaande auto gekomen is, maar die nog wel goed is. Die op zich, daar kunnen we ook weer iemand blij mee maken. En als ik jullie dan verder meeneem, dan zien jullie hier de motoren die allemaal uit het faillissement gekomen zijn. Als we dan verder doorlopen, dan zie je hier lampen, interieurs, raammechanismes, startmotoren, dynamo's. Alles wat eigenlijk in dit businessmodel kunnen wij gewoon weer reconditioneren en kan weer voor nieuw ingezet worden. Een mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld interieurs en velgen. Als ik jullie deze stoel laat zien, dit is een stoel die uit een oude auto komt. En nadat hij naar onze lokale partner gegaan is, die hem dan refurbished, komt hij als het ware zo weer terug. Het is niet helemaal hetzelfde model, maar het is wel exact dezelfde kleur. Wat eigenlijk al onvoorstelbaar is. Wij zijn ermee begonnen, maar we merken ook dat onze toeleveranciers ermee besmet raken. Die worden er eigenlijk op gewezen. En die gaan dan vervolgens ook nadenken van, hey, hoe kunnen wij, wat kunnen wij doen om ons productieproces wat circulairder te maken? Dat vind ik echt het leuke van dit businessmodel. Ja, hoe begint een liefde voor Saab? Ik denk dat de oorsprong ergens zat in het feit dat mijn vader 99 turbo had en mijn opa een 96. Nou ja, dit is een 93 uit 1956. En ik heb het grote voorrecht gehad om van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken. Dit deden wij voor onze hobby, zo restaureren. En ja, eigenlijk doen we dat nou in het groot voor de hedendaagse auto, maar hier komt mijn passie liggen.